Oké, we kunnen hier op misschien de healing pakken. Ja, nice. Oké, en dan? Yo, Nintendo fans! Ik heb 60 euro op mijn Nintendo-account gezet. En daarmee ga ik een paar hele gekke gamepies kopen. Ik heb er alvast een paar op mijn wensenlijstje gezet. Popeye, ja, die is gewoon een baas. Deze man ziet het leven niet meer zitten. Dit is een vliegende kat, I don't know. Ik weet niet of ik dit moet gaan spelen op mijn kanaal. En dit is de legende van het verloren ei. Deze 5 gamepies ga ik alvast kopen. En dan heb ik nog 48 euro en 26 cent over. En als jij deze video nu liked en een reactie achterlaat met wat jij de allergekste game vindt die ik moet gaan spelen, dan speel ik die misschien in de volgende video. En vergeet niet te abonneren natuurlijk. We beginnen met de legende van het verloren ei. Deel 2. Laten we beginnen. Hallo. Mijn naam is Eymar. Wat is de bedoeling van deze game? Moeten we van het bed afrollen? En dan van de tapijt afrollen zo hier. Ja, over de drempel. Wat gaan we doen? Oh, hier kunnen we healing pakken. I need healing. Oké, pak de healing. Ja, we zijn weer vol. We moeten hier naar boven. Spring op de bank. Spring op de tafel. Op de laptop. Hallo, mijn naam is Eymar. Ik zoek een partner. Bij voorkeur met de naam Eileen. Ja, goed zo. Oké, let's go. Let's go, super ei. Oh, we moeten in de pan. Ik wil niet in de pan. Oké, ik ga toch in de pan. In de pan! We zijn een gebakken eitje. Het is gewoon de bedoeling dat wij gebakken worden. Oké. Vaarwel, IJsbrand. En de rest van mijn eierfamilie. Ik trek er weer op uit. In de grote wereld. In dit klaslokaal. Oh, we moeten ook die toast pakken. Oh, dan worden we een broodje ei. Oké, rol. Rol en spring. Rol en spring. Rol en spring met z'n allen. Rol en spring. Rol en spring. Ik ga gewoon een nieuwe track maken. Die komt binnenkort op Spotify. Rol en spring. Oké, we kunnen hier op misschien de healing pakken. Ja, nice. Oké, en dan? Oké, go. Nu gewoon tempo. Maar dit is moeilijk, denk ik, man. Dit is zo moeilijk. Oké, lekker jumpy. Nu jumpen we hier naartoe. Oké, let's go. En dan... Oh, pas op. Oh, wat gebeurt er? Ja, maar dit is helemaal bout. Kom op. Ik ben verdrietig, jongens. Het lukt niet. Op de kast. Oké, daar zijn we nu. Let's go now. Nu goed. Let's go. En dan hier naartoe. Oh my... Nu dan. Ja. Oké, we zijn hier. Nu moet ik hierop... Ja, oké. Moet ik serieus hier naartoe rollen? Dat ga ik niet doen. Laat maar. Ik kan hier wel, denk ik, deze sandwich pakken. Dat lukt me nog wel. Deze kunnen we pakken, jongens. Kijk, sandwich tijd. Lekker. Maar die sandwich daar durf ik niet. Ik ben al lang blij als ik het level een keertje haal. Focus. En in de pan. Ja, finally! Misschien moeten we eerst even een meer rustgevend leveltje doen. Tussen de planten en het mooie behangetje. En ja, via deze tafel op deze barkroenk. En dan zo hotsevlot hier naartoe. Hier zit men, de ergonomie van de mensheid. Boeit mij niks, want ik ben een ei. Ik denk dat we de trappen moeten. Volgens mij moeten we naar boven. Is dit bij de dokter of zo? Zou het zijn als we nu gewoon een of andere enge dokter opeens in beeld zien, jongen. Die dan zegt, kom maar hier, eitje. Laat me je bloeddruk even meten. Moeten we nog verder naar boven? Oh, daar is wel een toast. Deze kunnen we gewoon easy pakken, toch? Ja, dat dacht ik ook. Ze hebben wel gedacht aan de handzeep. Maar dat hebben wij als ei zijnde natuurlijk helemaal niet nodig. Ei niet alleen healing. Hé, daar is nog een toast. Lekker toastie, jongen. Hots. Is hier de pan? Ja, hierboven is de pan. Oké, dan moeten we via deze kant. Zo. En dan hier naartoe. Oh, shit. Oké, dan kan hij ook nog achter, blijkbaar. Wie zet er nou niet zijn tafeltje gewoon echt lekker tegen het raampje aan? Ik voel me belazerd. Ik moet echt op het laatste moment springen, volgens mij. En spring. Oké, nog een keer. En spring. Ja, en... Ja, oké, dit was denk ik een goede jump. Ja, cool. En dan... Hotsie flotsie. In de pan. Next to the vaccintjes.
Ze staan er allemaal klaar, jongen. Tot zover de legende van het ei. Maar wat gaan we nu spelen? Gaan we Popeye, Suicide Guy, Flycat of... ja, Waifu Impact? Weet je wat? We gaan spelen met de man die het leven niet meer ziet zitten. Mooi huisje wel. Lekker biertje bij je. Oh, daaronder loopt een muis. Hey, zie je, voor hij heeft een muizenval neergezet. Oh, en heb de comic van X-Men. Dat vind ik wel vet. Er staat ook een Nintendo daar zo. Oh, ik mag deze gast wel. Ben benieuwd, jongen. Lekker biertje drinken, jongen. Oh, geen biertje drinken. Extra strong. Extra strong biertje. 99,9% alcohol. Ja, daar valt mijn headset van af, joh. Heb jij die? Heb jij die? Heb jij die in je koeliekast? Oh, je hebt hem gewoon! De magische bier! Ja, joh! Is het lekker? Geniet je ervan? Ja, joh? Is het... Dit is kwaliteit, hè? Dit is kwaliteit biertje. Lekker kwaliteit biertje. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alles gaat fout, jongen. Alles gaat fout. Nee. Ja, of... Nou ja... Gewoon lekker slapen. Is niet per se fout. We zijn op de Wilde Oceaan. Wij zijn piraat geworden opeens. Ja, ja. Piraten op de zee. Oké. Ja. Ik weet niet hoe we hier terecht zijn gekomen. Maar het zal wel. We zitten vastgebonden. Nee. De octopoons. De grote octopoons. No. Laat je niet pakken door de octopoons. No. No, 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 no. Wegwezen. Lekker, jongen. Oh, snap. Nee. Niet mij opeten. Prik hem in zijn oog. Wat is dit? Wat is dit voor weird ass gamepie? Oké, we kunnen spelen, jongens. Dit is best wel een flink oogje, moet ik zeggen. Kunnen wij iets met dit oogje? Nee, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Waar gaan we naartoe? We gaan daar naartoe. We gaan naar de boot. Misschien kan ik iets doen op die boot. Kan ik hier? Ja, ik kan hier. Hier omhoog. Oh, kijk hier. Ja, nice. Hier, wij kunnen computeren. Wij kunnen computeren. Let's computer. Ja? Kan ik op dit knopje drukken? Op dat knopje drukken. Oh ja, kijk, op dat knopje drukken. Oh, maar er staat nog niks. Er staat niks. Ik denk dat we naar zijn oog moeten sturen. Kan ik zijn oog duwen? Ja, 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 ja. Kijk. We nemen zijn oog mee. Lekker. Wee, boem. Let's go. Let's go. Neem zijn oog mee, jongen. Nee, zijn oog gaat nu de verkeerde kant op. Hij moet die kant op. Daar naartoe. Ja, daar ongeveer op het kruis. Ja, top. Oké, klein beetje deze kant. Ja. Oké. Ziet goed uit, jongens. Nog één klein tikkie, denk ik. Zo. Ja. Ja. Ja, dit is perfect. Kom maar. Let's go. Pak het oog. Ja. Oké, we hebben zijn oog te pakken. Ja, en nu? Deze hendel of zo? Wat moet ik doen? Hij doet niks. Oh, wacht. Huh? Oh, ja, ja. Oké. Ik heb hem. Pak het oog weer. En dan kunnen we nu sturen zo, deze kant op. En dan? Gaan we zijn oog terugschieten? Dat is wat we gaan doen. Oké. Ja, ongeveer hier. Ja. En dan... Let it go, let it go. Oké, nu moeten we naar de kattenvel toe zien te komen. Oh snap, we gaan zijn oog terugpeuren in zijn hoofd. Let's go. 3, 2, 1. Duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En niet vergeten te abonneren. Schieten! Kijk, alsjeblieft maat. Ja, doe ik gewoon voor jou. Ik bedoel, ik heb net je oog wel uitgestoken, maar eigenlijk ben ik heel aardig. Ja, eigenlijk wel. Wat ligt hier trouwens? Hier ligt een beeldje van mij. Dit ben ik. Wee, collectible. Oké, maar ik zie daar echt nog een steen liggen. Die steen vind ik wel echt verleidelijk, man. Kan ik die steen ook pakken? Zijn wij zo sterk dat wij deze steen kunnen duwen? Ja? Oké, dat kunnen wij. Ik heb echt net vrienden gemaakt met hem, hè. En nu ga ik een steen op zijn hassen gooien. Kijk, het liefst zou ik hem nu gewoon met rust laten. Hè? Dat ik het gewoon zo laat. Ja, ik weet niet. Ik zou zelf niet deze steen op jouw hoofd willen schieten. Maar het spel zorgt ervoor dat het nog niet uitgespeeld is. Of dat we door kunnen naar volgend level. Dus blijkbaar moet ik jou pijn gaan doen. Ja, whatever jij bent. Oké, we gaan hem boos maken, jongens. We gaan hem nu heel boos maken. Henna heeft zijn oog terug, dus nu kan hij weer zien. Dus we hebben nu denk ik een groot probleem. Ik denk dat wij een heel groot probleem hebben. Ja, hij heeft zijn oog weer terug. Oké.
En nu? Meneer? Sorry dat u boos bent geworden op mij. Het spijt mij! Oh, dit was goed. We moesten blijkbaar gewoon kapot gaan. De bedoeling van deze game is dat je verliest. Oké, jongens, dat was deel 1 van mijn 60 euro rare gameserie voor de Nintendo Switch. Laat in de reacties dus weten welke rare game jullie willen dat ik ga spelen. Abonneer en doe duimpje omhoog en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!